Hey, wat een gezelligheid. Oh, het is zo geweldig. Echt, wij komen uit België en we hadden er al heel veel over gehoord. Maar dit is het helemaal. Echt fantastisch. Echt waar. Ik vind dat accent van jullie zo leuk. Ja, echt. Daar word ik vrolijk van. Ik weet niet waarom. Echt waar, geweldig. Eerste keer dat de dames meelopen in België. Ja. Wij doen de dodentocht altijd. Oké. Ja, het is 100 kilometer. 100 kilometer. Dus deze zou moeten lukken. Ik ken hem niet. Wat is dat voor tocht? In 24 uur. Oeh, dat is een marteling. Nee hoor, ik val wel mee. Maar dit is geen marteling, dit is een groot feest. Ja, echt. Leuk is het hier, hè? Tof. Ja. Kennen jullie alle dagen die er voor in het vooruitzicht zijn? Ja, morgen roze woensdag. Daar hebben we ook alle attributen voorbij. Oh, wat heb je allemaal gekocht? Een roze slipje? Een hoedje. Een roze BH. Ja, echt waar. Echt waar? Ja, die Belgen zijn meestal een beetje gek, maar dat klopt wel, hè? Ja, Nederlanders, ja. Maar positief bedoeld, hè? Ja, ja. En dan weten we het niet. Hey, en gaan jullie naar huis vanavond of heb je noodcelletje? We gaan in de koepelgevangenis slapen. Oh. We slapen in een cel. Ja, ik snap dat wel waarom. Dat is lekker veilig. Ja. Hé, hey, dames, maar wat een gezelligheid van jullie, toch? Ja, echt toch. Ga je volgend jaar weer meedoen, denk je? Of eerst even afwachten? Wij moeten er wel vakantie voor op. Och jee. Opgeven, hè? Dus, maar je bent nou toch op vakantie in Nederland? Ja, dat is wel een beetje wandelvakantie. Ja. Hé, hey, dames, lekker genieten. Ja, heb je nog een kreet of zo? Toi, toi, toi. Of heb je niets leuks? Ja. Wat? Toi, toi, toi. Heb je niet een leuke kreet? Yeah, we gaan het halen of zo. Ja, we gaan het zeker halen. Goed zo. Dag, dames. Ja, dag, heren. Oh, wat leuk die Belgen. En ze slapen nog in de gevangenis ook nog. Ja, beter kun je het niet hebben volgens mij, toch?